naar beneden. Oeh, ik lijk wel een spook. Weer lijk ik een spook. Ik ga dit in de lift filmen. Oké, ja. Al die muziek, jongen, ik kan helemaal niks filmen. Maar we hebben lekker gechilled. Oh my god, mijn broek hangt open. Ik ga stuk, jongens. Ik sta zo te filmen in de lobby. Oh, echt niet. Oh my god, dat was zo awkward. Maar goed, ik heb dit aan met een hakje. En we gaan nu eten bij Nobu. Last night. Was wel echt heel leuk. Echt een leuke club. Echt hilarisch. En nu heb ik mijn matcha en ben ik helemaal gelukkig. Lekker geslapen tot 12 en we gaan nu naar het Science Museum. Lekker chillen, vanavond lekker eten. Maar gisteren het was echt hilarisch. Echt een grappige club. Het is ook zo grappig om uit te gaan in het buitenland. Dat is altijd gewoon echt een hele experience waardoor het gewoon sowieso een leuke avond is. Amsterdam kan er wat van leren. En we lopen nu langs het casino. Moeder zou goed aan lezen. Want we willen eigenlijk nog naar het casino, want dat mag ik nu. Oh, ik mag er niet in. 21 plus. Ja, we gaan nu even naar het Art Science Museum. We zitten hier bij het hotel en dat schijnt echt super cool te zijn. Dus, let's go! Hongkong iced tea. Yes. Oh. Three never stop. Plant-based. Yes, chicken. Plant-based. Good morning, guys. Ik ben net wakker, maar mijn moeder en ik hebben op een of andere manier allebei een soort van vermoeidheid. I don't know why. Nou, even bij. Ik kom zo terug. Dat eten wat jullie net zagen. Oh my god. Ik heb denk ik nog nooit zulk lekker fancy Chinese food gegeten. Het was echt niet normaal. Echt, oh my god. En daarom had ik er gisteren ook voor gekozen om even vegetarian te zijn. Betekent dat ik ervoor kies om eventjes een keer wel vlees te eten. Ik hou namelijk zo erg van Peking eend dat ik het af en toe wel eet. En ja, gisteren zeiden ze, oh my god, the crispy duck here, it's so good. So, I had to try. En het was het zeker weten waard. Het was zo lekker. Ik heb wel echt, ik wou alles proberen, want het was gewoon, die hele tafel stond vol met alleen maar lekkere dingen. Dus ik liep echt tonnetje rond naar buiten. Er kon geen toetje meer bij, ik zweer het. Maar goed. En dat museum was trouwens ook echt zo cool. Echt super cool. Al die visuals, het was echt. Maar ja, midden in het museum viel mijn camera uit. Of course heb ik dat weer, dat de batterij leegvalt en dat ik er niet op let. Maar jullie hebben het coolste wel gelukkig kunnen zien. En nu, nou zoals ik zei, ik ben net wakker. Mijn stem moet nog even wakker worden. Maar ik heb mijn sportoutfit aan, want ik ga hier een spinklasje volgen. Ik heb twee meiden leren kennen hier en een ervan die geeft van die spinningklasjes. En in Amsterdam doe ik dat ook een paar keer per week. Dus ik was meteen van, oh my god, let's try. Want ja, ik ben altijd wel benieuwd hoe dat dan in het buitenland is. En al helemaal in Azië. Misschien is het wel echt veel zwaarder. Maar we gaan het meemaken, dus I got my water and let's go. Oh my god.
ben net klaar. En het was echt, ik ben zo blij ik ben gegaan. Het was echt zo leuk. En het was echt precies hetzelfde als in Amsterdam. Echt tot aan de stretching toe. Gewoon precies dezelfde volgorde, alles. Echt super leuk. En deze studio was zo mooi. Ze deden ook allemaal special effects met van die lichten. Het was echt super leuk. En ik heb ook eindelijk weer even gesport. Zo. Ik vind het hier eigenlijk, we zijn hier nu een tijdje en ik begin het gewoon echt helemaal leuk te vinden hier. Oké, guys, we zijn weer terug in de kamer. We waren nog even door Chinatown gelopen, zoals je kan zien. En toen liepen we dus ook weer langs die vintage winkel waar ik die Gucci tas had gezien. En ik kon dat niet laten. Dus ik heb hem gekocht bij Nie Vintage. Ze hebben ook online een store. Echt oprecht. Zulke mooie dingen en zulke goede conditie. Bag reveal, Gucci baby. Oh my god, it's so cute. Oh, ik vind hem zo leuk. Hij is gewoon perfect. Woe. Echt gewoon, welcome to the fam. Kijk ook gewoon in hoe goede staat hij nog is. Kijk dat leer. Het glimt gewoon nog helemaal. En ook het slot. Alles is nog in zo'n goede staat. Ik ben echt in shock. Ik had niet verwacht dat ik hier zeg maar zo'n aankoop ging doen. Maar oh, I love it. Ik vind het wel helemaal leuk dat hij vintage is. Ik hou gewoon heel erg. Ik merk dat ik eigenlijk altijd wel vintage tassen in het buitenland score. En ik koop eigenlijk bijna niks in Nederland. Ik weet niet, dat is ook veel leuker. Want dan heeft een tas helemaal een soort van verhaal. Of dan, weet je wel, komt het ergens vandaan. Een soort van souvenir. Very fancy souvenir dan. Ik heb net klaargemaakt en we gaan nu eventjes eten met het team bij een restaurant en daarna hebben we de show. En ik heb weer even die thrifted broek aan, sneakers, hemdje en mijn nieuwe babe. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het niet lekker. Hey, kom. Hey. Joe, joe. De laatste ronde. Ik denk nou in je vlog. Het was like 45 minutes back to the villa. Is 4 uur. En dat is echt best wel laat voor terugkomen van een show. Maar ja, nu omdat het een clubshow was, ja, dan is het later. Want we begonnen nu ook pas de set om 1. En normaal zijn we echt al klaar om 11:30. Maar ook wel eens leuk. En die club was echt, oh my god, zo cool. Echt niet normaal. Er zat gewoon een reuze wat in. En er past iets van 4000 man in. Nou, ik heb dat echt nog nooit gezien in een club. Glijbanen, alles. Echt mega cool. Die club die heette dus Marquee. Dus als je in Singapore bent, ga erheen. Al voor de ervaring. Het is echt, oh my god, zo cool. Maar goed, ik ga nu proberen nog even te slapen. Want we hebben morgen om 10:00 ochtends al pick-up. En dat is dus al voor 6:00. Great. Want dan vliegen we naar Vietnam. Want we hebben ja, morgenavond, eigenlijk vanavond, alweer de volgende show. Dus sleepy time.
Oké, nou, zoals jullie zagen kregen we een heel warm welkom in Vietnam. Ik heb ook een hele bloemenkrans omgekregen. Maar we zijn nu even in Robert's kamer en oh my god. Het is de entree. Dit is de woonkamer. Te ziek. En hier, daar zitten allemaal slaapkamers. Daar zit slaapkamer, daar zit slaapkamer. Een grote badkamer. En een zwembad. Met daarvoor nog een privéstrand. Ik ben zo blij. We zijn gewoon in het paradijs beland. Echt, oh my god. Kijk. We hebben gewoon een privéstrand bij de villa. Like, are you kidding me? Wie is erger, jij of Nola? Hè? Wie is erger, jij of Nola? Nola, ik weet het nu al. Nou, Nola drinkt niet echt tequila. Nou, wacht maar. On the way, on the way to the stage. We are the lucky house. Ready for this guy. Singapore tip and no. Oh, vet hoor. The diamonds. Toen dacht ik al van dit kan niet goed zijn, toen we hierheen reden. Verkeersborden die letterlijk zo gewoon vielen door de wind en bomen die alle kanten op gaan. So, it's not safe. We hebben vanavond een show in Taipei. En we moeten nu maar zien of we die kunnen halen, aangezien de wind de hele dag zo blijft of erger wordt. In ieder geval, het gaat niet liggen. Dus, ik hou jullie even op de hoogte. Hey guys, ik ben weer terug in het hotel. Na 9 uur wachten op het vliegveld en echt alles geprobeerd te hebben, moesten we gewoon terug. Er kon geen vliegtuig komen, we konden ook niet een andere vlucht pakken of iets. Of met de boot, er was niks mogelijk doordat het zo hard waait. De weersomstandigheden zijn voor morgen wel beter. Maar het is zo kut, want we hebben nu gewoon de show voor vanavond moeten cancelen. En we hebben echt gepusht tot het allerlaatste moment. En we kunnen de show ook niet een dag verplaatsen of iets. En ja, het is gewoon echt een beetje sad. Want dit is ook de laatste show van de tour. Dus het is ook echt jammer om zo af te sluiten. Maar ja, het weer is gewoon overmacht. Daar kunnen we niks aan doen. Guys, we made it! We zijn eindelijk in Taipei aangekomen. Uiteindelijk is het vliegtuig dus de volgende dag gekomen zoals ik al hoopte. Echt zo fijn dat we er zijn. Oh my god. Ik wou echt van dat eiland af. Ik ben nu weer helemaal blij.